Haarlems trots, brouwerij Het Uiltje, bekend om speciaal bier zoals chillen met je billen, wordt overgenomen door Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter Bavaria. Een grote stap voor oprichter en Haarlemmer Robert Uileman. De overname is omdat wij gewoon heel erg tegenaan liepen en aan uitbreidingen waar we mee bezig waren. We groeien uit ons jasje hier in Haarlem. De brouwerij is nog geen 10 jaar oud en het Uiltjesbier is inmiddels overal in het land te verkrijgen. Zelfs in het buitenland. Iets waar Robert trots op is, maar wat hem ook veel stress heeft gegeven. Het is twee kanten van het verhaal. Ja, te gek brouwerij, zoals je het ziet, supercool, mooi verhaal, enthousiast. Maar aan de andere kant is het ook gewoon ondernemen. Het is ook gewoon heel hard werken. En dat heeft me ook heel zwaar gevallen de laatste paar jaren. Ik heb ook thuis gezeten in een burn-out een hele tijd. En dat hoor je niet in de krant. Dat zie je niet op televisie. Dit is dan ook één van de achterliggende redenen om het bedrijf van de hand te doen. Met de overname is de brouwerij dus niet meer in Haarlemse handen. Terwijl de stad van oudsher een echte bierstad was. Met ooit meer dan 100 brouwerijen. Begin vorige eeuw verdwenen de laatste door concurrentie. Met die brouwerijen, die oude brouwerijen, verdween toen ook het Haarlemse bier. Terwijl nu zie je dat grote pilsbrouwerijen de kleine ambachtelijke brouwerijen overnemen, juist om hun product. En dat is ook wat er nu gebeurt met de overname van het Uiltje. In de praktijk gaan de Haarlemmers hier niets van merken. Zo is de verwachting. Er gaat echt fysiek niets veranderen. Ik heb natuurlijk een neurotische drang om heel veel verschillende bieren te maken. En dat blijft natuurlijk, want dat is de ziel van Uiltje. Ja, we kunnen er heel romantisch over doen. Haarlems bedrijf, wat wordt overgenomen. Maar het bedrijf, de brouwerij, blijft in Haarlem zitten. Dus zolang ze hier bier brouwen, is het Haarlems bier.